Goed verborgen in de pijp in Amsterdam ligt het trainingscomplex van onze 12 kandidaten. Hier op kinderboerderij De Pijp worden de kandidaten klaargestoomd voor het aankomende EK. Er wordt getraind, overlegd en strategieën worden doorgenomen. Maar gelukkig is er af en toe ook nog tijd voor wat ontspanning en een hapje eten. Dankzij de gulle giften van donateurs en de leden van Boerderij De Pijp kan dit ultramoderne trainingscomplex blijven bestaan. Daarnaast draait het trainingscomplex op vrijwilligers, waar u zich overigens voor aan kunt melden. Hier op Kinderboerderij De Pijp zal bepaald moeten worden wie Holland's Next Octopus Paul wordt.